Uiteindelijk ging het om de Surinaamse wens. Wij verwachten dat Surinaamse politici die wens op een gegeven moment kenbaar zouden maken. We wisten dat dat gebeurde, maar het was altijd een minderheid in Suriname. Dat was eigenlijk al rond de onderhandelingen over het statuut in 1954. Daarna speelde het een rol in de Surinaamse binnenlandse politiek, ook bij de samenstelling van kabinetten bij de verkiezingen. Maar het was altijd een minderheidspositie. En in Nederland waren er nogal wat Surinaamse studenten en Surinaamse intellectuelen die ook kozen voor onafhankelijkheid. Ik had daar enig contact mee. Ja. Vanuit mijn eigen werk, politiek gezien, maar ook werkend aan de universiteit in Rotterdam. Dus we wisten dat het onontkoombaar was dat men in Suriname er op een gegeven moment ook zo om zou vragen. En wij maakten kenbaar dat zodra Suriname erom zou vragen, we van mening waren dat het direct zou moeten worden toegekend. Sommige mensen hebben het idee dat Nederland heeft aangedrongen. Nee, dat is niet zo. Sommige Nederlandse politici hebben wel gezegd, parkeren de post kunt u het krijgen, bijvoorbeeld. Maar Suriname is een onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk geweest. En als men binnen had willen blijven, dan had dat gekund.